jaren 70 begonnen met het kennis te maken met Panchacilla. We vonden dat een zeer mooie, interessante sport om te doen. En het is zo geëvalueerd dat we zelf een eigen school mochten openen. En van die school is dan een evenement gekomen, eerst in Europa. En dan hebben wij geprobeerd om de Aziatische landen naar hier te krijgen. Dat is ons ook gelukt in 2006, dacht ik. Dat het een heel mooi toernooi is en dat het elk jaar steeds groter wordt. En dat het een gezellige sfeer is. Zoveel verschillende nationaliteiten onder elkaar. Op een vriendschappelijke manier zo'n toernooi kunnen meedoen. As well as other regions in Southeast Asia since the 6th century.